Oh, goedenavond allemaal en heel erg hartelijk welkom bij het videorestaurant. Ik begrijp dat dit een beetje vreemd overkomt, dus laat het me uitleggen. De afgelopen tijd heb ik gewerkt aan het feit dat ik heel erg graag op Twitch wil gaan streamen. En ik zat er in eerste instantie een heel klein beetje tegenaan, omdat ik dacht, hé, wat kan ik nou bijbrengen? Ik heb in een eerdere video al verteld hoe ik erover denk en dat ik misschien de meer tijdsconsuming games, zoals bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon, heel erg graag daarop wil doen. Kunnen mensen live meekijken, kunnen mensen live iets toevoegen en ik zal het later uploaden op mijn YouTube kanaal voor de mensen die het niet gezien hebben. Dus dat is het idee. En ik heb het nou voor een groot gedeelte werkend gekregen. Ik had eigenlijk een andere video gepland. Maar die is helaas verloren gegaan. Omdat ik nog niet alle stukken van Twitch machtig ben. Die ik heel erg graag zou willen. Dus ik ga vanavond en morgen proberen om dat goed te krijgen. Ik ga morgenochtend om 11:30 een test doen. Om te kijken of alles werkt. Die video probeer ik daarna op YouTube te krijgen. En als alles goed gaat, dan zal ik 's avonds voor het eerst streamen tussen 7 en 9. Dat zijn een beetje de tijden die ik wil aanhouden. En het idee is als volgende. Ik wil eens in de 2 weken streamen op een manier die ik nu nog moet uitvinden. Elke donderdag sowieso. En sowieso in de avond. Dit heeft een aantal verschillende redenen. Onder andere dat ik op donderdag sowieso vrij ben. Elke week. En mijn rooster verandert heel erg. Daarom wil ik heel erg graag jullie toch een heel klein beetje een soort vastheid geven. Het kan zijn dat ik de ene week al een maand lang op de zaterdag werk. Dat moet dan ineens zondag worden om een of andere reden. Of ik ga bijvoorbeeld van het werken tot 4 uur naar het werken tot 6 uur. En ik ben na het werk best wel uitgeput. En op die manier wil ik toch proberen om een heel klein beetje continuïteit te leveren. Dus het idee is eens in de 2 weken op donderdagavond tussen 7 en 9. Ik bepaal of ik kies de games uit die ik speel. Ik zal proberen of ik van tevoren op Twitch kan laten zien welke ik wil gaan spelen. En jullie mogen in de comments vertellen wat jullie ervan vinden. Praat gezellig. Ik ga waarschijnlijk ook dingen als Rollercoaster Tycoon doen. Waarin ik jullie hulp natuurlijk nog steeds nodig heb om de verschillende parken te halen. Soms zal ik games spelen waar niet zo heel veel op aan te merken is, omdat ik er zin in heb. En zoals ik ooit al in mijn 200 abonnees special heb verteld, ik doe dit omdat ik het fijn vind, maar voor mij blijft werk, kennissen, vrienden, familie en de dingen die ik hiervoor deed het belangrijkste. Dus ik ga niet beloven dat dit voor een langere periode is. Het kan best zijn dat ik op een gegeven moment zeg, het kan nu een tijd niet. Maar zover is het nog niet. Zolang wij in de lockdown zitten en zolang ik er de goede wil voor kan opbrengen, wil ik dit sowieso proberen. Dus het plan is morgenochtend om 11:30 een test. Daarna hopelijk 's avonds tussen 7 en 9 een eerste stream. Ik weet nog niet welke game ik ga spelen. Ik zit wel te denken aan een game die ik al ken om te kijken hoe het werkt, om vertrouwd te worden. Dus kom zeker even langs. Als je het niks vindt, mag je weer weggaan. Het staat volledig vrij om te doen wat je wil. Ik zal mijn Twitch kanaalnaam in de beschrijving van deze video zetten. En ik hoop dat ik jullie hiermee genoeg geïnformeerd heb. Dan zal het restaurant morgen openen.